De stemmen zijn geteld. Forum voor Democratie werd woensdag de grootste partij in Zuid-Holland tijdens de provinciale statenverkiezingen. Bijna 16% van de stemmers stemde op de partij van Thierry Baudet. Daarna komt de VVD met 12,76%. Forum voor Democratie de grootste, wat zegt u? Prima. Waarom? Nooit geen democratie geweest in Nederland. En Thierry Baudet is een knokker. Nou, vind ik prima. Ja? Ja. En ja, waarom? Nou, omdat Nederland Nederland moet blijven. Ja, kijk, mensen hebben daarop gestemd, dus ja, ik heb er geen mening over. Tijdens de verkiezingen kwam in onze stad ruim 51% van de kiesgerechtigden opdagen. Dat is 8% meer dan in 2015. De grootste verliezers zijn hier de PVV en de SP. Nou is de PVV samen met de SP de grootste verliezer, hier, als we kijken naar de stemmen hier in Dordrecht. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben geen SP-stemmer, dus misschien wel goed. Nou, dat op zich vind ik dat niet zo erg. Ik ben ook niet zo heel rechts met PVV, want ik vind die uitspraken wat hij doet ook niet normaal.